Strikt Rijm komt met de vraag: hoe gevaarlijk is de e-sigaret? In november 2015 werd ingenieur Jonathan Keane doodgevonden in zijn flat. Het vermoeden was dat hij zelfmoord had gepleegd. Maar het meest chockerende aan de zaak was hoe hij zichzelf om het leven had gebracht. Keane had giftige dampen en alcohol tot zich genomen. Om vaping te kunnen uitvoeren moet je een giftige vloeistof inademen. Maar kan dit dodelijk zijn? Vapes, oftewel e-sigaretten, zijn batterijgeladen apparaten die vaak aan rokers worden voorgeschreven als ze een verslaving hebben. Ze hebben een vloeibare nicotine, andere stoffen en synthetische smaakstoffen. Wanneer gebruikers het apparaat activeren, wordt de vloeistof heet en dan wordt het een damp. Ook wordt er geen rook geproduceerd. Dit leidt tot het algemeen geloof dat het veel veiliger is dan sigaretten. Gezondheidsorganisaties van over de hele wereld, zoals Public Health England, zetten ze in om het roken tegen te gaan. Maar deze advertentie is niet zo goed als dat het lijkt. Gruwelijke verhalen over vaping doen steeds meer de ronde. De Amerikaanse Long Associatie waarschuwt: er is geen enkele manier waarop iemand kan achterhalen welke chemicaliën er in de vloeistoffen zitten. Of hoe e-sigaretten worden gebruikt om de gezondheid te verbeteren. Maar ondanks dat laat onderzoek zien dat 10% van de Amerikaanse volwassenen een elektronische sigaret gebruiken. Waarvan 15% onder de 40. Onderzoek door het Karolinska Instituut laat zien dat er veel effecten op het lichaam te zien zijn. Wetenschappers vroegen 16 willekeurige rokers om 10 keer een trekje van een e-sigaret te nemen. Binnen een uur zagen de onderzoekers hun niveau van EPC. En deze zorgen voor enorme schade aan de binnenkant van de bloedvaten. Het eindigt hier niet. Dr. Frank Leone, geneeskunde hoogleraar in Pennsylvania, zegt dat de cocktail aan chemicaliën in de damp veel cellen kan vernietigen. Deze chemicaliën hebben heftige effecten op het lichaam. Dat heel anders is dan normale sigaretten. Alleen weten we het niet. Daarna vond Harvard in 2015 uit dat de stoffen in de damp de longen kunnen beschadigen, doordat deze weefsel maakt dat de luchtwegen kan doen verstoppen. En dat kan fataal zijn. Mensen met die bepaalde ziekte moeten een longtransplantatie ondergaan om te kunnen blijven ademen. Voor veel veteranen geldt dat ze veel bij open vuur stonden. Dit zijn plekken waar ze het afval verbranden, waarbij giftige gassen in de atmosfeer werden losgelaten. Het onderzoek suggereert dat vaping hetzelfde effect kan geven als afvalverbranding. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd, zelfs dodelijke, in de laatste 5 jaar. Dit suggereert dat de impact van de gewoonte niet echt bekend is. Het apparaat zelf kan erg gevaarlijk zijn. In januari 2017 verloor Andrew Hall 7 tanden en had een tweede graads brandwond in zijn gezicht. Doktoren moesten de brokstukjes in een operatie weghalen. Een ander slachtoffer, Joseph Cavins, verloor een oog toen een e-sigaret explodeerde en een stukje in zijn hoornvlies schoot. Een Britse man had een gat in zijn long door de explosie. Hij moest aan een zuurstofmachine. Ondanks dat ging hij verder roken. Dus niet iedereen stopt ook met roken door het apparaatje. Vapingvloeistof is ook dodelijk. In 2014 overleed een 1-jarig jongetje nadat hij het opdronk. Stanton Glantz van de tabakscontrole stelt dat de damp veel veiliger is dan normale sigaretten. Maar Glantz zei ook dat meerdere mensen allebei de vormen gebruiken. Dit zorgt eigenlijk voor nog meer schade. Vaping zorgt inderdaad voor minder rokers. Glantz vond dat mensen die aan vaping doen tot 30% minder snel stoppen dan normale rokers. Maar de grootste risico's bij vaping blijven onbekend. De verwondingen komen van vreemde ongelukken. Maar wat het risico ook is, vaping lijkt minder gevaarlijk te zijn dan normale sigaretten. Ik heb ook een strikt geheim gemaakt over de voetsporen van de duivel. Ben je benieuwd naar die video? Klik dan op de video op het scherm of rechtsboven in de infokaart. Abonneer op Strikt Geheim voor nog veel meer complottheorieën en mythes. En dan zie ik jou de volgende keer bij een gloednieuwe Strikt Geheim. Bedankt voor het kijken.